Vandaag geen Intel 10 nanometer processors voor de desktop. Komt het nog goed? Deze week kwam het nieuws naar buiten dat Intel geen 10 nanometer processors voor desktops meer gaat uitbrengen. Wat ging daar nou precies aan vooraf en vooral komt het nog goed? In deze video gaan wij de afgelopen 5 jaar in de wereld van processors bespreken. Wat gebeurde er bij Intel, wat gebeurde er bij AMD en vooral ook wat verwachten wij wat de komende jaren nog gaat gebeuren. Ja, 5 jaar in processors, het is nu 2019, 2014... Het voelt eigenlijk gewoon als een eeuw geleden. Het voelt als een eeuw geleden. Het is superveel gebeurd. De processormarkt was in 2014 natuurlijk eigenlijk heel saai. AMD had eigenlijk niks in te brengen. Zeker niet in het luxere segment. Ja. En Intel was toen echt de koning. Ja, AMD had nog die laatste generatie FX-processors. De 9590. Ja, dat is een proces waar we dusdanig veel grap over hebben gemaakt. Dat het gewoon bijna niet leuk meer was. Het was dan wel een 8-core, maar hij was langzamer dan Intel quad-core. Hij gebruikte idioot veel stroom. Dit wou je niet hebben. En Intel, dat was een geoliede machine eigenlijk nog tot dat moment met die TikTok-strategie. Ja, TikTok, dat hield eigenlijk in. Elk jaar kwam er een nieuwe processorgeneratie. In het ene jaar was dat een generatie waarbij een nieuw productieprocedé in gebruik werd genomen. Dus bijvoorbeeld van 14 naar 10 nanometer, om maar eens wat te noemen. Ja. En het andere jaar werd er een nieuwe microarchitectuur toegepast. Dus dat betekende bijvoorbeeld dat er optimalisaties aan het interne ontwerp van de processor werden gedaan. Ja, en dat ging echt met de regelmaat van de klok. Eigenlijk tot die tijd, dus ieder jaar gebeurde er wat. Intel had op beide vlakken een grote voorsprong. De architectuur was beter dan AMD. De processor zat er slimmer in elkaar. Maar ze hadden op dat moment eigenlijk zelfs 2 stappen voorsprong qua productieprocedé. 2014, er waren genoeg mensen die zeiden, nou, AMD is eigenlijk ten dode opgeschreven. En Intel, nou, als dit zo door kan gaan, wordt die voorsprong alleen maar beter. En er gaat een tijd komen dat Intel eigenlijk nog maar de enige fabrikant van betekenis gaat zijn. Tot 2015 en AMD begon een klein beetje terug te vechten, maar eigenlijk nog voornamelijk gewoon door dingen te roepen. Ja, nou, deze presentatie die gaven ze inderdaad in 2015. En wat ze toen zeiden is, ze kondigden toen een heel ambitieus project aan met ARM-processors. En ze gingen eigen ARM-CPU's maken en die gingen ze dan in 1 CPU stoppen met x86. Nou, dat is een paar jaar later allemaal weer afgeblazen, ja. Dus niks geworden. Dit was in een tijd dat ARM-gebaseerde microservers, daar had de hele wereld het over, dat zou de next big thing Windows worden. Windows zou helemaal naar ARM gaan, dat soort dingen. Ja, we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Maar wat interessant was, dus die x86-cores waarmee ze die wilden samenvoegen in 1 processor, dat zouden cores op een totaal nieuwe x86-architectuur worden. En ze hadden natuurlijk die bulldozer-architectuur, waar ook onder andere die FX9590 op gebaseerd was. Nou, dat was hem allemaal niet en dat ging hem ook niet meer worden. De laatste paar iteraties van die CPU, die hebben het eigenlijk niet eens meer tot desktop-processors geschopt. Dus het was ook wel nodig en dit was dus het signaal van de AMD, geeft het niet op. Ze gaan met nieuwe desktop-CPU's kwam. Tegelijkertijd ging het bij Intel lekker verder. 2015 was het jaar dat de Skylake-architectuur werd geïntroduceerd. We hebben hier nog een grafiekje uit een review uit die tijd, waar we van al die generaties lieten zien wat het verschil in IPC is, ofwel het verschil in prestatie als je de klokfrequentie gelijk houdt. En we zagen ook bij Skylake, nou, het ging wereld van verschil, maar er kwam toch weer een aantal procenten bij. Klokfrequentie kon ook nog omhoog, dus alles bij elkaar kon Intel haar processors toch weer een procentje of 10 sneller krijgen, terwijl de concurrentie niks had. Ja, en wat je dus ook ziet is dat van Hessel naar Broadwell, dat duurde eigenlijk al wat langer. Dus achteraf bezien kun je zeggen, van toen kwam al een heel klein beetje de klad erin. Ja. Nadat Broadwell naar de desktop kwam, dat was met die 2 processors met een hele snelle geïntegreerde GPU, die eigenlijk een beetje niet heel aantrekkelijk waren als je puur voor CPU-prestaties ging en naar de prijzen keek. Ja. Maar echt een paar maanden daarna kwam Intel alweer met Skylake inderdaad. En toen leek eigenlijk alles weer glad getrokken. En de grap is, als je er nu naar kijkt, het is eigenlijk geen grap, Skylake is nog altijd de architectuur die in ieder geval voor desktopprocessors tot op de dag van vandaag gebruikt wordt. We hebben allemaal nieuwe codenamen gehad, Coffee Lake en noem het allemaal op. Gaan we het daar ook uitgebreid over hebben, maar het is allemaal in de basis nog steeds die architectuur uit 2015. Eigenlijk is het hier een beetje gestopt met qua innovatie. Die PC-stap was eigenlijk gewoon de laatste. 2016 dan was een bijzonder jaar, omdat AMD eindelijk
ja, echt wat getallen begon te roepen over die architectuur die eraan zou te komen. Zij waren bij een presentatie, zij lieten daar wat zien. En ik weet nog dat ik dacht, van, nou, als de helft hiervan waar is, dan is het al te mooi voor om waar te zijn. Ja, ja, en AMD had toen destijds wel een beetje de schijn tegen. Want met Bulldozer natuurlijk hebben ze enorm veel beloofd. En dat is uiteraard allemaal niet echt waarheid geworden. Wat ze hier ook heel duidelijk zeiden, is in deze slide 40% toegenomen IPC. Ja. En wat ik daar wel leuk aan vond, is uiteindelijk bij de launch een jaar later zag je dat we 52% maten. Dus wat dat eigenlijk betekent is dat ze heel conservatief zijn geweest. Ze wilden absoluut niet het risico lopen om opnieuw aan overpromise en underdeliver te doen. En waar ze toch een beetje voor onbekend waren komen te staan in de jaren daarvoor. Dus daar waren ze heel bang voor. Dus hielden het bij 40%, werd uiteindelijk 52%. Maar tegelijkertijd was het nog altijd PowerPoint slides. Meer was er niet. Dus Intel had in 2016 nog altijd voor, zeker voor high-end PC's, de hele markt in handen. En kon dus ook qua pricing gekke dingen gaan doen, want er was geen concurrentie. Ja. En waar tot dan toe eigenlijk de duurste Intel processors voor desktops zo'n 1000 euro kostte, dachten ze van, nou, dit kan ook wel bijna het dubbele, eens kijken of mensen het dan nog kopen. Ja, een beetje de bekende Extreme Editions, die waren altijd rond de 1000 euro. Nou, en toen kwam het Broadwell E-top model, dat was een 10-core processor, de eerste 10-core, dus nou, 2 cores erbij ten opzichte van de generatie daarvoor. Ja. Maar goed, die ging dus even van 1000 naar 1800 euro. Dus dat gaf ook wel aan, deze markt had echt een gebrek aan concurrentie. Nou, en die concurrentie die kwam er in 2017, want toen werden dus die nieuwe AMD-processors, nou, we weten het allemaal, uiteindelijk kregen ze de naam Ryzen. In 2017 kwamen ze echt op de markt. Ja, in maart. En dit sloeg toch wel in als een bom. Ik bedoel, het platform was natuurlijk in het begin niet helemaal volwassen en er zaten nog wat compatibiliteitsissues met geheugen en andere dingen. Maar als je gewoon keek naar de stap die AMD had gemaakt van de oude Bulldozer-architectuur naar Zen, die was zo enorm groot dat zelfs met al die dingen meegenomen, Intel moest zich hier wel echt zorgen om gaan maken. En dat gebeurde ook. Met eigenlijk een beetje paniekvoetbal. Intel had voor die zomer nog de lancering van Socket 2066 gepland staan. Ja, een nieuw high-end desktop platform. Ja, Skylake X was dat. En die stond in de roadmaps voor maximaal 10 cores. Net zoals die Broadwell E-processor voor het jaar daarvoor. Ja. Dus die zomer kwamen ze ook uit met maximaal 10 cores. En in dat najaar kwam er eigenlijk nog een tweede serie Skylake X-processors uit. Ja, met maximaal 18 cores. En dat was ook niet zonder reden, want AMD introduceerde niet alleen in het begin van 2017 die standaard Ryzen-processors met 8 cores. Ze hadden nog wat anders in hun broekzak zitten, namelijk de zogenaamde Threadripper-processors, waarbij ze eigenlijk een heel slim trucje deden. AMD is natuurlijk een veel kleiner bedrijf, heeft niet de mogelijkheid om veel verschillende chips te ontwerpen en te ontwikkelen en te produceren. Maar wat deden ze? Wij kunnen gewoon 2 van die 8-core chips in 1 processor stoppen, op een slimme manier aan elkaar knopen en laten samenwerken. En dan hebben wij op een kosteneffectieve manier ineens een 16-core processor gemaakt. En dat was Ryzen Threadripper. En met een 16-core processor win je het wel van een 10-core van Intel. Ja, die Threadripper, dus het rode balkje van AMD, zeg maar, dat stond opeens bovenaan in de grafiek in een processor review. Nou, dat hadden we al heel lang niet meer gezien. Ja. Dus Intel moest daar, zag zich bijna genoodzaakt om daar overheen te komen. Dus zij kwam met een 18-core. Heel elegant was het allemaal niet. Dat ding dat verbruikte superveel. Er was dus, moest je installeren op die moederborden, die X299 moederborden, die eigenlijk maar bedacht waren op maximaal 10 cores. Dus je had ook VRM-issues, dat soort dingen. Intel was weer eventjes de snelste, maar heel charmant was het allemaal. Ja, toen was het eindelijk weer tijd voor een nieuwe Intel processorreeks. En als de metronoom nog had getikt, als de TikTok-strategie nog was doorgegaan, dan hadden we eigenlijk wel gezien van, we hebben Skylake gehad, wat een nieuwe architectuur was op 14 nanometer. De volgende stap zou eigenlijk moeten zijn om weer in transistors een stapje te gaan maken. Ja. Dat was niet gebeurd. Na Skylake kwam eerst nog Skylake Refresh. Er kwam nog een keer Kaby Lake. Dat was nog allemaal 14 nanometer. Nou, zou dan in 2017 eindelijk die volgende stap gemaakt worden? Nee, nog niet. Er kwam Coffee Lake, nog steeds op 14 nanometer en nog steeds gebaseerd op die Skylake-architectuur. Ja, dus er ging eigenlijk geen van beide. Het was geen tik en geen tok. Ze noemden het een optimization. Maar het was dus weer 14 nanometer, hetzelfde productieproces, weer eigenlijk de Skylake-architectuur. En wat ze dit keer hadden gedaan is de topmodellen, dus de Core i5's en de i7's voor desktops, die kregen er 2 extra cores bij, van 4 naar 6 cores. Dat is eigenlijk voor het eerst sinds 2007 bij de Core 2 Quad dat Intel op het mainstream platform meer cores toevoegde. Dus dat was wel echt een grote stap. Maar het was nodig om een beetje te kunnen concurreren met die Ryzen's. Ja.
Ja, en dan we gaan het dadelijk nog over die transistors hebben. Want iedereen zat natuurlijk op die tijd al van... ja, wanneer maakt Intel nou weer die stap qua productieprocedé? Want nogmaals, is het onder tientallen jaren onbekend... dat ze op dat vlak altijd voorop liepen. Ja. Op de ene manier lukte het maar niet. Die stap naar 10 nanometer is lastig. Dus het enige wat ze eigenlijk konden blijven doen... was het aantal cores en de klokfrequentie verhogen. En dat zien we dan ook in 2018. Weer een nieuwe processor, eigenlijk op dezelfde architectuur... en dezelfde transistors... En gooi alles maar weer omhoog. Ja, ja, weer twee cores erbij en de klokfrequentie zijn natuurlijk omhoog gegaan. Hier zie je 9900K. Inmiddels is zelfs een 9900K S-model aangekondigd met een turbosnelheid van 5 gigahertz. Dus Intel ja, moet echt die clocks absoluut maximaliseren. Maar wat je dus ook ziet met die extra cores, met die hoge clocks, dat het stroomverbruik de lucht in schiet. Ja. In dit jaar kwam AMD ook met een nieuwe Ryzen-serie natuurlijk. Want ze houden vanaf nu ook gewoon een jaarlijkse cadans aan. Dat was Ryzen 2, dat was eigenlijk... een vrij kleine stap met een vrij kleine IPC-winst, wat optimalisaties hier en daar. Waar ze ook mee kwamen is weer een nieuwe generatie Threadripper. En daar gebeurde wel wat bijzonders. Ja, want daar dachten ze, we kunnen 2 van die chips combineren. 2 van die 8-core chips. En we kunnen er ook prima 4 combineren. En dan hebben we ineens 4 keer 8 is 32 cores. Ja, en dan zijn we er echt links en rechts voorbij. Ja, ja, hier had Intel gewoon eigenlijk geen antwoord op in de consument. Maar nou, ik heb hier een leuk taakbeheergrafiekje erbij gezet. Want dat vindt iedereen leuk om te zien, zoveel cores. Ja. Tegelijk was het ook wel een beetje het probleem waar AMD toen... tegenaan begon te lopen, is dat heel veel consumenten workloads gewoon niet echt schalen naar heel veel cores. Dus nee. Intel was in die zin ook niet heel genoodzaakt om het daar was een vrij onzinnige processor. De 16-core versie ervan, die een stuk goedkoper was, was eigenlijk voor vrijwel iedereen de betere koop. Maar het was wel even een statement. Wij hebben de 32-core desktop processor. En dus ook de snelste desktop processor ter wereld. Nou, 2019, het jaar waar we nu in zitten, het wachten... was dan wel is nog steeds op die nieuwe Intel-processors met die nieuwe procesgeneratie... met die kleinere 10 nanometer transistors. Die hadden er dus al jaren geleden moeten zijn. Intel had haar aandeelhouders ook beloofd dat het eind 2017 echt zover zou moeten zijn. Nou, toen was er geloof ik ook een hele kleine batch van een aantal notebook-processors die er waren. Maar toen was ik zo weer weg. Uiteindelijk nu in 2019, ze waren er wel, maar ook weer niet. Ja, nou, je kunt op dit moment in ieder geval naar de winkel gaan en een apparaat kopen met een 10 nanometer chip van Intel erin. Dat kan, maar niet als losse chip, maar als laptop. Er zijn namelijk een aantal Ice Lake 10 nanometer CPU's voor laptops aangekondigd. Maar wat ze nu eigenlijk hebben gedaan is 2 line-ups voor laptops, 2 nieuwe. Allebei in de tiende generatie core, dus de 10.000 serie eigenlijk. Ja. En wat die 10 nanometer processors hebben, die hebben dus de nieuwe architectuur. Hè, want Ice Lake is alweer een stap verder dan Cannon Lake, wat oorspronkelijk de eerst geplande 10 nanometer generatie was. Ja, eigenlijk is dat ook weer gewoon na Sky Lake de eerste keer dat er ook echt weer een nieuw ontwerp is. Ja, dus de nieuwe core zit hierin, die heet de Sunny Cove. Ja. Wat ze wel hebben moeten doen is de klokfrequenties flink terugschroeven. En dat betekent dus eigenlijk dat de oude 14 nanometer processors, die heette Comet Lake voor laptops... die hebben sowieso 2 cores meer. Die hebben 6 in plaats van 4 cores. En die zijn ook nog eens een stuk hoger geklokt. Dus eigenlijk heb je nu een 10 nanometer generatie... die eigenlijk nou, op zijn best even snel is als de 14 nanometer. Ja, maar dat percentage wat je wint in die architectuur... en dat de processor slimmer is... dat verlies je in klokfrequentie en een aantal cores. En ja, dat middelt naar elkaar uit. En dan is Ice Lake wel wat zuiniger. Maar dat geeft het dus ook meteen maar aan. Het 10 nanometer proces van Intel, ze lijken het nu dus... langzaam wel een beetje onder de knie te krijgen. Die Ice Lake processen die komen, rollen daadwerkelijk van de band. Ze zitten daadwerkelijk in laptops. Je kunt het nu inmiddels daadwerkelijk kopen. Maar ze kunnen het niet op hoge klokfrequenties in de praat krijgen. En dus wordt het dan qua desktops een moeilijk verhaal. Ja, en hoeveel het er zijn is eigenlijk ook maar de vraag. Ja, en dat betekent dus dat we in ieder geval... als we toch weer even teruggaan naar onze geliefde desktop... dat het nog altijd even het rijtje 14 nanometer nog wat langer wordt. Ja, we hadden het net over om en om een generatie een nieuw productieproces. Dus elke 2 eigenlijk. Dus de bedoeling was nou na Sky Lake zou inderdaad Cannon Lake moeten zijn gekomen met 10 nanometer. Ja. Dat gebeurde niet, maar dat had dus eigenlijk moeten gebeuren in 2016. En inmiddels zijn we nou bijna in 2020... En we zitten nog steeds op 14 nanometer. En dat betekent dus eigenlijk ook die 1 à 2 jaar voorsprong die Intel altijd had in productietechnologie. Die is men eigenlijk aan het afstaan nu. Ja, en dan het laatste wat we dan nu hebben is een Coffee Lake refresh. Maar als we in de roadmaps gaan kijken, dan komen er nog meer dan 14 nanometers. Maar toch, we willen nog heel eventjes bij 2019 blijven. Want natuurlijk niet alleen Intel, AMD zat in de tussentijd ook niet stil.
En kon wonder boven wonder wel zo'n stap qua productieprocedé maken. Ja, want zij zijn afhankelijk van foundries, zoals ze dat noemen. AMD heeft geen eigen chipfabrieken, maar bakt bij externe leveranciers, in dit geval TSMC. Die had zijn 7 nanometer proces klaar. Nu moeten we wel zeggen, de nanometers van Intel zijn niet de nanometers van de foundries. Nee, als je het heel globaal bekijkt, is TSMC 7 nanometer komt heel erg overeen met Intel 10 nanometer. Het klinkt beter, maar het is eigenlijk hetzelfde. Ja. Maar dan alsnog is AMD er eerder mee. Ja, dus in principe zijn ze Intel dan op dat gebied voorbij. En nou, de clocks waren weer iets hoger. Er kwamen meer cores. En een van de redenen waarop er meer cores kwamen was niet omdat ze de processor chips per stuk groter hebben gemaakt, maar vooral omdat ze twee processor cores, processor complexen eigenlijk op één processor combineren. Ja, en dat doen ze vrij slim. En ook opnieuw zien we chips combineren. We kenden dat al van de Threadripper processors, pak 2, 8 cores. Dat pakken ze nu nog een stap verder, want wat we in de Ryzen 3 processors zien is dat ze de chips met de echte CPU cores is een losse chip. Alle I/O componenten zitten weer op een tweede losse chip. In het geval van de snelste Ryzen 3's heb je zelfs twee van die processor core chips, waardoor je er in totaal 16 cores in een standaard processor kunt lepelen. Ja, nou, en dat zorgt natuurlijk voor hele goede multithreaded prestaties. Maar waarom ze het eigenlijk doen, is als dit één grote chip was geweest en er zat ergens op die chip een defect, ja, en dan kon je die hele chip weggooien. Wat nu gebeurt is, ze bouwen eigenlijk één grote chip uit meerdere kleinchips. Dat heeft sowieso als voordeel dat die IO-chip, die schaalt eigenlijk helemaal niet zo goed naar kleinere productieprocessen. Dus die hoeft ook helemaal niet op zo'n duur en toch wel, in het begin zullen de yields nog niet heel goed zijn van het productieproces. Tegelijk betekent het ook dat als er eens een keer een defect in een chip zit, dan hoeven ze maar zo'n klein 8-core chipje weg te gooien, niet een hele processor. Ja. Toen AMD dit voor het eerst begon te doen, dus met Threadripper en met de server variant Epic, toen gaf Intel, de servertak van Intel gaf een presentatie over hun nieuwe generatie serverprocessors. En ze waren hier heel erg lacherig over doen. Ze gebruikten letterlijk de tekst glued together. Dat was het verhaal. Dit kan nooit werken. Je gaat niet chips aan elkaar plakken. Dat kan nooit efficiënt zijn. Inmiddels moet Intel schoorvoetend toegeven dat dit niet zo'n heel stom idee is. Sterker nog, ze gaan het zelf ook doen in de toekomst. Ja, en ze zeggen zelfs, wij kunnen het beter. Nou, ze hebben onder andere Foveros laten zien. Daarbij gaan ze niet alleen chips naast elkaar op één substraat plaatsen, maar ook op elkaar stapelen. Nou, dat doen ze bijvoorbeeld met de cores en dan daarboven geheugen of daarboven een modem. Maar ja, ze hebben eigenlijk laten zien van, wij hebben deze technologie ook in huis en we kunnen het ook. Dus er staan naar verluid producten op de roadmap die hiermee worden uitgevoerd. Moet er wel meteen bij zeggen, deze chip zal vermoedelijk, ik weet niet eens of het voor laptops is, het zou ook gewoon zelfs voor tablets kunnen zijn. Dit is op dit moment nog niet op korte termijn en middellange termijn voor desktops of voor high-end desktops. Maar ze zijn dus wel inderdaad met dit soort multi-chip oplossingen bezig. Nou, weer terug naar dat hele verhaal van wat gebeurt er nu met die nanometers en die Intel architecturen en productieprocedees. Van de week kwam dus het nieuws naar buiten dat nu toch echt wel duidelijk werd dat er geen 10 nanometer desktop processors meer gaan komen en dat men dus eigenlijk Intel de stap van 14 naar hun 7 gaat maken. Denk ik een beetje vergelijkbaar met TSMC's 5. Het is nieuws. Het is eigenlijk het nieuws waarvan je wist dat het zou gaan komen. Want eerder dit jaar lekte er via onze buren al een roadmap van Dell uit met alle processors van Intel die er de komende jaren zouden gaan komen. En daar vonden we ook geen 10 nanometer model op. Nee, je ziet hier de S-serie. Dat is eigenlijk de desktop processors zoals wij die kennen. De socket 1151 processors. Of dat schijnt zelfs een nieuwe socket te worden bij de komende generatie. Nou, we zien daarover ergens begin 2020, zo Q1, Q2, zien we Comet Lake staan. Weer 14 nanometer, maar wel de stap naar 10 cores. Dus weer twee cores erbij. Dan staat voor een jaar later, in 2021, staat Rocket Lake op de planning. Weer 14 nanometer en dat blijft dan 10 cores. Wat er daar precies nieuw bij gaat zijn, we weten het nog niet. Misschien weet Intel het zelf misschien nog wel niet helemaal. Maar geen 10 nanometer op deze roadmap. Nee, en deze roadmap lijkt al een hele tijd geleden uit, maar tot nu toe blijkt die spot on. Dus vooralsnog, resultaten uit het verleden bieden toch misschien nog wel enige garantie voor de toekomst. Ja. Wat dan ook wel weer grappig is, is dat je op deze roadmap ook ziet dat hoewel Ice Lake dan inderdaad dan de eerste 10 nanometer processor is, dat er ook wel heel bij staat in limited quantities. Ja, nou, dat zegt toch al wel dat die 10 nanometer processor, die zijn er nog wel, maar Intel verscheept die echt niet met de miljoenen. Ja.
En we zien wel daar nog een redelijke roadmap voor de toekomst. Dus over een jaar krijgen we weer de nieuwe generatie processors die ook weer op 10 nanometer zijn. Maar dan is de vraag, zijn die tegen die tijd wel concurrerend met 14 nanometer processors uit eigen huis eigenlijk? Ja, nou dan moeten we wel meteen erbij zeggen, laten we... Het is nu eigenlijk een heel verhaal waarbij we zeggen van bij AMD gaat alles goed en bij Intel gaat alles fout. Maar we moeten ze natuurlijk niet uitvlakken, want waar het bij Intel fout gaat is op het vlak van die productieprocessen. Maar tegelijkertijd de teams die de processors ontwerpen en die de processors slimmer maken, die zijn nog steeds vol gas bezig. En als je kijkt naar de architectuur die de basis vormt voor Ice Lake, jij noemde het al, die zogenaamde Sunny Cove cores, die zijn echt een stuk beter en slimmer en doordachter dan wat we tot nu toe hebben. Ze kunnen ze helaas vanwege de productieprocedé-problemen niet op hoge frequenties maken op een manier dat het goed is voor de desktop. Maar de architectuur, die klopt wel. Ja. En daar is ook een roadmap voor. En daar gaat ook binnenkort weer een nieuwe versie van komen. Willow Cove, die weer sneller is. Daarna Golden Cove, ja, et cetera, et cetera. Als ze op een gegeven moment het productieprocedé-probleem oplossen, misschien dat hun 7 nanometer procedé het wel goed gaat doen, dan zou het ook zomaar kunnen dat Intel ineens in één keer een hele stap vooruit kan zetten. Ja, want Sunny Cove is ongeveer 18% sneller klok voor klok dan Skylake. Dus dat is wel echt een forse stap. Ja. En natuurlijk niet zo'n stap als van Bulldozer naar Zen. Maar in ieder geval, Intel startpunt lag al een stuk hoger. Dus in die zin is het, zou het nog altijd heel mooi zijn. En als je dat nu direct zou toepassen, dan zou Intel misschien wel weer direct de leidende partij zijn. Ja. Maar de vraag is een beetje, waar gaan ze insteken op deze roadmap? Want er komt dus eigenlijk gewoon elk jaar een nieuwe core in de komende 2-3 jaar. Ja. Maar wanneer gaan die echt naar de desktops komen? Want we hebben dus gezien tot 2021 zijn het eigenlijk alleen maar 14 nanometer processors. Ja. Dat betekent dus doormodderen met Skylake ook. Ja. En ergens in deze roadmap zien we de core die voor het eerst ook naar die desktop gaat komen als ze naar 10 nanometer. En dat brengt ze dus ook weer terug naar het nieuws van deze week. Dat dan eigenlijk opnieuw is uitgelekt, want dit was natuurlijk geen persbericht van Intel, 10 nanometer desktop processors gaan er niet meer komen en het gaat 7 worden. Intel heeft het trouwens ontkracht, zeg ja, er komt toch nog wel iets van 10 nanometer desktop. Maar ja, dat zou zomaar kunnen dat ze bedoelen dat het een NUC-achtig ding is of een all-in-one PC. Dus ja, dat gaan we wel zien. De vraag is eigenlijk, wanneer zijn ze klaar met 7 nanometer? Ja, en dat is eigenlijk heel lastig om daar nu al een antwoord op te geven. Ik bedoel, Intel werkt er hard aan en ze hebben roadmaps waarop staat dat nou, hè, na 2021 zou 7 nanometer klaar moeten zijn. Aan de andere kant, 10 nanometer is uitgelopen op een fiasco. Dus ja, Intel heeft op dit moment niet echt de beste papieren om voorspellingen te doen over nieuwe productieprocedures. Nou, dan gaan we toch nog maar eventjes een keer terugkijken naar het verleden, want dat is altijd makkelijker dan de toekomst voorspellen. Mm-hmm. Al die ontwikkelingen die we net hebben over gehad, ja, we hebben het eigenlijk al, de lopende draad is dat het bij AMD met stappen vooruit ging en bij Intel een beetje kabbelend hetzelfde bleef. Dat zien we ook als we gewoon naar de harde cijfers kijken. Ja, we hebben eigenlijk een beetje gekeken naar steeds de topmodellen van de midrange platforms, dus 1151 bij Intel en AM4 bij AMD. En kijk van wat voor invloed hebben al die ontwikkelingen nou gehad op de producten die je daadwerkelijk kan kopen als consument. Ja, nou, linksboven, en nogmaals, puur desktops hebben we het hier dus puur over. Puur desktops. Ja. Linksboven prestaties. En daarbij hebben we voor het eerste jaar 2014 beide merken op 100 gezet. Dus een indexcijfer. En hebben we gekeken naar wat gebeurt er vanaf dat punt. Dan zie je uiteraard dat AMD veel grotere stappen maakt. Maar goed, eerste aantal jaar doen ze nog niks. Want het duurt natuurlijk tot 2017 voordat Zen er is. Ja. En je ziet eigenlijk dat de stappen die Intel zet, nou, die zijn bijna onmerkbaar in die periode. Maar dit is dus alles. Het is aantal cores, klokfrequentie, architectuur, alles bij elkaar. Maar in 5 jaar tijd weet AMD de prestaties van de snelste, ja, standaard desktop processor te verviervoudigen, waar Intel dus echt niet in de buurt komt van een verdubbeling. Ja, ja, nou, en dat is eigenlijk precies wat je nu ziet. En wie denkt van, oh goh, wat onhandig. Ze hebben de grafiek over het laatste jaar heen gezet. Nou, er is daar nog geen blauw balkje, want in 2019 is er nog geen nieuwe desktop processor van Intel. Maakt dus wel dat we naar die grafiek rechtsonder kunnen kijken. Dat is de efficiëntie, ofwel de prestaties gedeeld op het stroomverbruik. Ja, en dan zien we dus best wel een interessante trendlijn ook. En wat je daar ziet is uiteraard, AMD begon deze grafiek met een achterstand. Intel had gewoon de veel efficiëntere architectuur. Ze bleven dat ook nog wel verbeteren. 2015, 2016, we zagen echt, nou, die CPU's werden flink sneller bij een gelijk stroomverbruik. Of eigenlijk wat gebeurde is, werden vooral zuiniger, terwijl de prestaties, ja, die namen maar een klein beetje toe. Ja. En wat je eigenlijk ziet is, die top zit zo rond 2016. 2017 was natuurlijk Kaby Lake.
daar zit het eigenlijk al dat het gelijk blijft of misschien zelfs iets afneemt. We zien eigenlijk nieuwe processors van Intel zijn minder efficiënt dan de vorige. En dat komt omdat ze moeten eigenlijk noodgrepen doen. Ze moeten maar cores bij, ze moeten maar de klokfrequentie verhogen. Maar dat is ook geen lineair effect. Op een gegeven moment, als je de klokfrequenties eigenlijk veel hoger doet dan waar de processors optimaal werken, dan stijgt het stroomverbruik exponentieel mee. Dus dan krijg je inderdaad weer zo'n een efficiëntie, zo'n zwieper omlaag. Ja, inderdaad. En waar je juist ziet dat AMD, de stap van Ryzen 1 naar 2 was best klein. Ja. Maar die Ryzen 3, dat is echt weer een enorme stap op dat gebied. Nou, dan hebben we prestaties, we hebben stroomverbruik. We moeten het ook nog even hebben over de prijs. Want als je het op de andere twee assen niet kunt winnen, dan moet je wat met qua prijs doen. Ja, en wat we eigenlijk zien is dat de eerste generatie Ryzen was qua prijsprestatie eigenlijk niet eens zo heel bijzonder. Bij de tweede generatie Ryzen heeft AMD de prijzen flink verlaagd. De 2700X die werd echt gewoon veel lagere prijs in de markt gezet dan de 1800X. Ja. Eigenlijk de directe 8-core voorloper van dat model. Wat je dus ziet is, daar schiet die prijs-prestatieverhouding echt de lucht in. Bij Ryzen 3 is die nog iets beter geworden. Bij Intel werd die ook wel beter. Natuurlijk ook een beetje onder druk van AMD. Ze voegde cores toe, dan krijg je er prestaties bij. Nou, als je de prijs gelijk houdt, neemt je prijs-prestatieverhouding toe. Wat je eigenlijk ziet is, in 2018 bleef die min of meer gelijk. En dat komt ook door de tekorten die Intel op dat gebied ervoor. Ja, dus hoe als Intel zelf misschien de prijzen verlaagde, deden de webshops er wel een schepje bovenop. Omdat er gewoon simpelweg nog altijd meer vraag was dan dat er processors geleverd werden. Ja, en ook hier geldt, we wachten nog steeds eigenlijk op het 2019 desktop model. Ja, en die gaat er dus eigenlijk niet komen, want we hebben net op die roadmap gezien. Die staat voor begin 2020 in de planning. Ja. En tegelijkertijd, AMD blijft gewoon gas geven. Ja, dat is eigenlijk wel de conclusie. Dit is een foto die we in San Francisco hebben gemaakt bij de launch van de EPYC processors, de serverprocessors. Nou, je ziet ook echt, AMD heeft een duidelijke roadmap. AMD weet waar hun sterke punten liggen en met die voorsprong in productietechniek. En nou, die architectuur die nu gewoon op gelijk niveau is. En dus die chiplet architectuur waarbij ze eigenlijk kunnen mixen en matchen. Heel flexibel en modulair zijn in hun chipontwerp. En dat is echt wat de komende jaren moet gaan zorgen dat AMD eigenlijk nog veel verder uit gaat lopen. Maar ik blijf het zeggen, vlak Intel niet uit, want die architectuurboys die blijven ontwikkelen. Het probleem zit echt op de productieprocedé. Als ze het opgelost krijgen, de vraag is of en wanneer, maar dan zou het zomaar weer kunnen zijn dat over een paar jaar de wereld er compleet anders uitziet. Tot zover onze terugblik op 5 jaar AMD versus Intel. Coin, het ging het allemaal iets te snel. We hebben ook een uitgespreid geschreven artikel over dit onderwerp. Link daarnaar vind je in de beschrijving van deze video. Kon je deze video waarderen? Geef ons even een like op YouTube. Abonneer je daar ook op ons kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.